Vandaag gaan we met komen eten naar Jonas in Veurne. Helaas is deze niet zo goed voorbereid. Oeh, dat zou ik klaarmaken voor komen eten. Ik kan natuurlijk niks voorbereiden. Ga ik kijken naar de koelkast, ja. Voilà. Maar, dat gaat niet naar verder. Nu naar baas, nee. Ah, daar is hij wel. Dag Leslie. Dag, goed. Ja, je mag je komen zetten. Okay. En hoe is het mij? Goed. Oh, daar is het allemaal. Ik zoek. Goeiedag. Dag Dani. Hallo, Jonas. Ja, je mag je gaan zetten. Hey. Leslie. Hallo. Dat is Dani. Ah, de volgende is er ook al. Chic volk, kom altijd laatst, hè. Hallo. FC Johnny. Dag Tony. Hey. Hey. Ah, slaat ik je niet zo hard. Oh, geen zin, maak niet. Maar rustig zitten, praat een beetje, ik ga het actief voorbereiden. Ja, als ik juist met mijn bosje gekomen bent. Dat is het nou niet. Goh, wat zou ik klaar maken? Cocktail, tuurlijk, cocktail. Ah, nee. Mijn water is leeg. Wacht. Eerst cocktail glazen. Ja, haha. Nu, een beetje water. Ah! Oké. Volg een beetje grenadine. 2004 is nog al langer. Ja, super. Nee, ik heb proeven. Kan er eigenlijk nog een extra bij? Haha. Ja. Nu nog versnaperingetjes. Oh. Voilà, dat gaat gaan. Een mooi. Mijn mooiste bokaal. Ha, we zijn klaar, hè. Wilt u uw gasten ook een spuikgriep bezorgen? Bekijk dan zeker eens de recepten op onze site. Hey gasten, ik heb wel speciaals voor jullie gemaakt. Ik doe niet heel veel, voor veel gasten, maar als we een cocktailtje... Okay. Oh, Jonas. Alsjeblieft. Dat doe aan. Alsjeblieft. Ja, ik zou wel graag in die vol, man. Excuseer. Alsjeblieft. En dan heb ik nog zelf gemaakt, die chips gemaakt. Ik heb dat gekruid van het recept van mijn oma, de vanille. Oula. Moet maar even proeven, hè. Wat vinden jullie dan? Ja, ja, ik vind het echt lekker. Het is een heel lekker chips, hoor. Hey, niet beledigend bedoel, hè, maar kun je koken? Ja, of anders ook niet mee wat er aan. Ja, is het niet zo. Ja, mijn vrouw thuis kan dat ook heel goed. Ja, die brokjes zijn ook wel clean, hè. Allee, ja, dat is het familie. Vind je dat ook zo lekker? Hé, wat zei je? Vind je dat ook zo lekker? Nee. Ah, ja. Dus geniet er nog van. Ik ga even voorgerecht krijgen. Terwijl Jonas het hoofdrecht gaat maken, blijkt Johnny niet zo blij te zijn met het aperitief. Ja, zeg, die Jonas wil je dat hem niet gaan winnen, we zeggen. Kijk, allee, moet ik in onze chips kijken. Zulke kleine brokjes, allee, ja, goed. Pijn dat omdat vanachter is het tas echt gevoel. Nog had hij dat niet weten. Ja, nu de macaroni warm maken. Macaroni. Haha. Italiaanse penne ricotta. Ja. Oké. Okay. Dus, nog de erwtjes. Wat erwtjes. Flageolettes. Mooi kommetje ervoor. We gaan even in de micro opdoen. Nee. Maar saus en al. Oh, ho. Oké, wanneer dat opwarmen? Was er daar vlees nodig? Oeh, dat is op mijn heen. Dat gaat wel lukken, zeker.
Dus... Kijk dus. Eentje voor Johnny, Cartoni. Eentje voor Leslie Young. Eentje voor... Danny. En eentje voor mij. Ja. Voilà. Oh! De uitjes zijn klaar. Beetje voor jou. Oh, het is wel weinig, maar ze kunnen altijd voor meer vragen. Hè. Ah, ik zie het al. Hij is ook al klaar. Super. Ik ga hem een afgeven. Hè. Oei, het zijn wel meer gekomen. Ja. Kijk, als ik dat hierin doe, zal dat een extra lekker sausje zijn. Voilà, oh, dat ziet er lekker, maar het mist nog iets, hè. Wat zal ik hier nog klaar hebben? Oh, 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 lekker, appelmoes. Daar gaan ze echt van genieten. Maar vorige week vers gemaakt. Voilà, het is klaar, hè. De gasten kan komen. Al bij al een hoofdgerecht waar elke student jaloers op kan zijn. Kijk eens aan. Wat jullie nu voor je neus zien, dat is 5 sterren, hè. Het hotel, alsjeblieft. Dus, je hebt een appelmoesje zelf gemaakt. Dan, dan heb je ook erop, doe ik anders. Dat is de saus. Dan heb ik nog een worstje. We hebben nog erwtjes. Een Italiaanse macaroni. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Veel is wel niet. Maar als je wilt, kan altijd bijvragen. En pasta's echt hard. Dit is nog oké. Dat is toch lekker? Ja. Mooi lekker. Ik vind het niet goed. Maar, nee, absoluut niet. Ja, niet iedereen is ervoor. Zijn jullie ervoor? Ik vond het hoofdgerecht van Jonas een zekere slaagd. De erwtjes pasten zeer goed bij de pasta en de appelmoes maakt het zeker een 10 op 10. Zeker. Ha, en voor het dessert. Oh, daily nuts. Oké. Dus. Lekker chocola, wie houdt er nu niet van? Ja. Ha. Dat is wel nu niet lekker. Dus hiermee gaan we een lekkere chocomousse maken. Oké. Okay. Dus. Nog een eitje erin. Ah, geen eitjes. Oké, dan hoe gaan ze dan nu denken dat dat nu lekker is? Ha. Een pilletje. Beetje roeren. Dat is niet zien. Ah. En dan heb ik ze in de kruis. Ah, hij is klaar. Oh, wat is een pelletje niet meer? Nepeltjes. Op. Hebben we nog meer potjes? Ah, op. Ja, dat gaan vinger eten zijn, hè. Ja. Je kan Jonas alleszins toch geen gebrek aan creativiteit verwijten. Kijk, hier het dessert. En weet je wat speciaal is voor vanavond? Is chocomousse. En lepeltjes? Dat is... ja, inderdaad. Het is vinger eten. Oké. Is ook toch gewoon een lepeltje? Ik heb juist mijn nageltjes. Ja, maar alle lepeltjes zijn op. Sorry. Een huis zonder lepels. Daar is. Ja. Ja. Ik krijg geen lepels.
Proef eens. Je nagels kan je altijd zonder mijn nagels. Dat lijkt een crunch in. Ja. Ik heb het gevoel dat Tommy nog iets anders lust op de choco. Goh, die choco moet je wel zo voeten. Zo lekker dat was. Maar die Jonas zou ik ook wel een keer willen doen. Hè. Goh, zo een hete jongen. Oh, dat is zeker een 10 op 10 voor sfeer en gezelligheid. En dan nu de voor punten. Mijn punten voor sfeer en gezelligheid vond ik Jonas een hele goede gast hier. Een welverdiende 8. En het eten vond ik ook echt overheerlijk. Alleen het dessert vond ik een beetje aan mijn tand voor mijn nageltjes. Dat ik dat met mijn vingers moest eten. Dus daarom een 6. Ja, de punten. Voor sfeer en gezelligheid, ja, die jongen probeerde wel, maar mislukte soms een keer. Ik geef hem een welverdiende 6. Maar ik vind dat je moet zorgen dat ik zelf ook nog kan winnen. En voor 10, dat trok eigenlijk totaal op niks. Dat probeerde wel, maar het was ook al, het was echt niet lekker. Een 2. En dat is ook al veel te veel eigenlijk. Oké. Voor sfeer en gezelligheid, dat was echt top, hé. Ik zou dat zo ook een 10 geven, maar perfectie bestaan hier, dus een 9 voor mij. En voor het eten, dat aperitiefje was. En dat hoeft er echt, hé. Dat was ook lekker. Vooral die appelmoes met die boontjes, een prachtige combinatie. En dat dessert. Maar je nam niet, dan daarop ga ik je gaan. Dat voor een 10.